Nu vraagt hij Willy wat voor foto's ze wil maken. In elk geval iets bijzonders, zegt ze. En ik zeg: Ik las dat je van iets bijzonders houdt. Je hebt je een keer in het bad het toneel op laten rijden, hè? Op die manier komen we erop samen in het bad te poseren. Rudy is er meteen voor te vinden. Ik vind dat leuk van hem. Niet iedereen zou dat zo makkelijk doen. Goed, zegt hij tegen Willy, jij krijgt je plaatje. Ik vraag me wel af waar en hoe ik me zal uitkleden. S avonds na de show is het dan eindelijk zover. We zijn weer terug in Rudy's suite. Rudy biedt aan dat ik me in zijn slaapkamer mag uitkleden. Er hangt ook een badjas, zegt hij, die mag je gebruiken als je wilt. Ik neem zijn aanbod aan en Rudy verdwijnt in de badkamer met schuim. Er zit niet zoveel meer in het flesje dat Willy bij zich had. Rudy roert woest in het water om zoveel mogelijk schuim te laten ontstaan. Oeh, klinkt het uit de badkamer, ik zit erin. Het hele gezelschap verplaatst zich naar de badkamer. Rudy zit tot aan zijn borst in het schuim. Ik doe mijn badjas uit en stap in de bubbels. Ron zit in de deuropening te kijken. Het bad is erg klein. Rudy en ik moeten dicht bij elkaar gaan zitten, anders krijgt Willy ons niet samen in beeld. We trekken allebei onze benen op. Ik moet me schrap zetten om niet onderuit te glijden. Het is plezierig om na zo'n lange werkdag in een lekker warm bad te liggen. God, wat is dit heerlijk, zegt Rudy. Hij moet de hele tijd nieuw schuim op mijn tepels leggen, omdat die niet op de foto mogen komen. Daar krijg ik vreselijke last mee, zegt Rudy. Ik kan het niet zelf doen, omdat mijn handen niet nat mogen worden. Ik moet de microfoon van de bandrecorder vasthouden. Rudy is een meester in het poseren. Hij kan alle gezichten trekken die je maar wilt. Willy regisseert onze houdingen. Laat hangen, zegt ze tegen Karel, doelend op zijn arm. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt hij, doelend op een ander lichaamsdeel. Maar dat is grootspraak van hem. Hij heeft geloof ik het idee dat hij er opgewonden van moet worden. Ik zelf word er niet opgewonden van, ik vind het grappig. Je moet die badscène wel op een of andere manier in het verhaal betrekken, zegt Karel... Anders hangt die foto er zo los bij. Maak er maar zoiets van, als je wilde me het volgende, de volgende dag nog wat vragen stellen. En toen zei ik, dat is goed, maar ik zit dan wel in het bad. Kom er maar bij zitten als je durft. Ik zal nog wel zien wat ik doe, zeg ik. Rudy stapt als eerste uit het bad. Hij beweegt zich ongegeneerd. Hij is een regelmatige bezoeker van Naaktstranden. Een heleboel fotografen hadden er geld voor willen betalen als ze deze kiek mochten maken, zegt hij. Ik kom ook het bad uit. Rudy helpt me mijn rug afdrogen. We praten nog wat na in de zitkamer. Ron en Willy gaan naar beneden naar het restaurant om nog wat te eten. Ik heb me weer aangekleed. Karel houdt zijn badjas aan. Mag ik je iets vragen? zegt hij. Ik heb in geen tien jaar een Hollandse meid gezoend. Zou je me willen zoenen? Nee, antwoord ik. Ik heb er geen zin in. Vind je dat erg? Karel, een beetje verbaasd. Nee, maar ik moet er wel aan wennen dat er blijkbaar vrouwen zijn die wel met een man het bad instappen, maar hem niet willen zoenen. Ik ga slapen, zeg ik. Karel brengt me naar de deur. We geven elkaar keurig een hand en bedanken elkaar voor de gezellige dag. Het is wel heel aardig van hem. Ja. Wat waren de reacties op die foto? Uh, nou, het was een, uh, een groot succes ja, bij de redactie, zal ik maar zeggen. Uh, ik geloof ook dat het speciale blad veel meer verkocht werd dan andere bladen. En wat ik heel leuk van Rudy Karel vond, was dat er een paar weken later was een Story Gala feest of zoiets. En hij kwam toen het toneel opgerend met alleen een badhanddoek omgeslagen. En zei: Sorry jongens, ik zat net nog met Alicia in het bad. Dus hij refereerde er zelf later ook nog wel aan. Ja, hij vond het uh, ook leuk.